Goedemorgen, lieve vrienden. Het is vandaag alweer maandag 26 augustus en we leven 1 minuut over 11. Ja, mijn horloge. Ik zit nog te eten. Ik heb nog lekker een bakje koffie voor mijn neus. Ik heb de wasmachine alweer draaien. Ik heb de wasdroger alweer draaien. En ik zit op Jack van Zerelo te wachten. Ja, hij kent de hele kamer, dus ja. Ben er klaar voor hoor. Laat hem komen. Ik heb de tuindeur dicht, want het is weer te heet. Ja, het was er net dat ik keek bij de poort. 48 graden. Oh, het is toch weer al ietsje afgenomen. Nou is het 45, nou vind ik nog heet. Ja, dat voor in mijn tuin. Maar die warmte haal je ook naar binnen als je de boel opzet. Ja, dus mooi dicht laten. Boven heb ik nou ook mijn slaapkamergordijnen dicht. Als de zon gaat draaien, doe ik het raam ook dicht. Ja, het staat nou nog lekker even open, maar dan gaat het dicht. Ik wens jullie in ieder geval weer een welkom bij ons. Ja, gezellig. Gewoon gezellig. Kom een bakje koffie doen. Ja, gaan we samen aan de koffie. Gezellig. Ik heb hier mijn koffie open staan. Kijk maar. Lekker bakje koffie. Ja. Ik drink zwart. En jullie ook? Nou, ik wel. Maar oké, ik zou zeggen, geniet van je dag. Doe het met een lach. Doe ik ook. We gaan niet zitten te huilen of te pruimen. Nee, het is vandaag de 26e. Dus ja, 2 jaar, 7 maanden en een dag is mijn mannetje weg. Nou ja, het is nou eenmaal zo. Ja. Dat van binnen doet zeer, van buiten lach ik weer. Ja, dat rijmt ook nog, hoor je dat? Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen geniet en tot straks maar weer. Oh ja, en ik weet niet of Astrid komt, ze heeft niks gemeld of wat dan ook. Ik weet niet of ze nog ziek is, ik weet het allemaal niet. Dus dat is afwachten. Maar we merken het wel. Ik zou zeggen, tot later. Ja, hoe dom kan ik zijn, hè? Ja, ik was helemaal in de veronderstelling dat Jack van Zerelo zou komen. Ja, mooi niet. Denk me net, hij heeft vakantie. Ja, laatste week. Dus hij komt pas andere week weer. Ja, je wordt wakker, het is maandag. Oh ja, ik moet opstaan, want Jack die kan zo komen. Ja, mooi niet dus. Ha! Maar ja, maakt niet uit. Kreeg de politie nog aan de deur? Ja! Ik heb ze binnengelaten, want het gaat er allemaal niks aan, denk ik dan. Maar, en het was ook te warm hoor, voor buiten. Maar in ieder geval, er was gisteren wat gebeurd achter mij. Ik heb niks genomen. Rara, hoe kan dat? Mijn oortjes zijn nog altijd goed. Ja, en Frodo? Ik heb niks aan Frodo vernomen. Die slaat ook wel aan als die iets vreemds hoort. Ik heb helemaal niks gehoord. Ja, oké, een beetje harde stemmen. Ja, nou ja, dat zijn zoveel die dat doen, weet je. Dan word je ook een beetje boos van, ik ken het niet een beetje rustiger als het na 10 is geweest. En het was inderdaad na 10. Nou, dan liepen gewoon wat mensen achterlangs en die waren nogal hard aan het praten. Nou ja, je kan ook een harde stem hebben. Maar ik heb helemaal niks vernomen, echt niet. Nou, ik snap er ook niks van. Ja, er was wat gebeurd hierachter en wat weet ik dus niet. Het is wel al opgelost, maar ze zijn toch op, wel met een onderzoek bezig van wie heeft het gehoord en wie heeft er wat gezien, etc. Nou, ik niks. Ik heb de deur open gehad. Hoe kan dat? Ik snap het niet hoor. Het zal, maar oké. Het kan ook wezen, de een geeft de ander de schuld, ja. Terwijl er dan eigenlijk niks is gebeurd. Dat gebeurt ook wel eens en dan komt de politie opdraven. Maar oké, maakt er allemaal niet uit. Ik wens jullie wel in ieder geval een hele fijne dag verder. Ja, ik weet ook nog niet, steeds niet of Astrid komt. Merk ik straks ook wel, want het is alweer 19 minuten over 12. Ik heb geen afbericht gekregen. Nou ja, misschien komt ze niet, misschien komt ze wel. Ik weet het echt niet. We merken het wel. Ik ben in ieder geval thuis. En we zullen het beleven. Ik hoop wel dat ze komt. Want ik heb er wel even ergens voor nodig. Ja. Maar oké, maakt niet uit. Het komt allemaal goed. Ik zou zeggen, ik heb mijn koffie lekker voor mijn neus staan.
Geniet ook van een bakkie thee, koffie, weet ik van wat. En we spreken elkaar later. Ja, lieve vrienden, we zijn weer eventjes. Ja, ik ga eventjes de hort op naar de winkel toe waar deze camera vandaan komt. Ja, want er is wat met die camera. Ook dat nog. Ja, doet het verder wel hoor, maar toch één ding doet hij het niet. Nee, en dat is een geluidsspoor werkt niet goed. Alleen mono van de linker speaker. Dus ja, ook de rechter moet, hè? Vind ik. Maar we zullen het beleven. We zullen kijken wat hij van zegt. Ik zal de spullen bij elkaar rapen wat bij die camera behoort. Zoals de bon. Doosje, nou ja, ja, ik neem gewoon de hele rattenplan mee en ik doe het in een plastic tas. En mijn camera laat ik gewoon op de tripod staan en die gaat gewoon zo in mijn tas. En weet dat ik hem dagelijks gebruik, dus ja. We gaan gewoon ervoor en kijken hoe en wat. Ik hoop dat het gefixt kan worden, zoals we dat dan benoemen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Het is nog steeds hier prachtig mooi weer. Ik zit nog steeds met het keukenraam open en de tuindeur dicht. Maar die gaat nou ook dicht omdat ik wegga. Als ik weer terugkom, nou, wie weet is de zon dan daar weg. En dan kan het daar open blijven. Maar het is daar heter dan aan die kant. Dus we zullen het beleven. Ik heb boven in ieder geval wel al mijn raam dicht. En de gordijnen natuurlijk nog steeds. Houd de warmte buiten je huis, wordt er ook gemeld, hè. Dus hou zoveel mogelijk dicht aan de zonkant. Nou, daar is het schaduw, dus daar kan een raam open. Maar we zullen het beleven, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet en tot straks. Ik hou jullie op de hoogte. Later. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ik ga zo een bakje koffie weer maken. Ik hoop dat het nou gefixt is. Want hij heeft aan de instellingen van deze camera geweest. Ik weet niet hoe en wat, want dat is allemaal weer Engels. En dat begrijp ik niet, dat kan ik niet. Nee, anderen wel, maar ik dus niet. Degenen die niet Engels kunnen, die begrijpen dat ook allemaal niet. Dat is net zo min als je iets hebt wat in het Frans is of wat dan ook. De ene die verstaat het wel, de andere verstaat het niet. Nou, en ik versta het niet en ik kan het niet, nee. .nl, ja. Ik heb wel een WhatsApp appje binnen. Is niet voor Karin, ik weet al wel van wie wel. Van een hele lieve Facebook vriendin, dus ja. Dat zal ik zo meteen ook even beantwoorden, maar ik ga eerst even een bakje koffie maken. Ja, en ik heb even weer een andere nieuwe korte broek gekocht. Want die andere, die had ik bij C&A gekocht, maar dat vond ik maar een flodder broekie, want de pijpen hier rollen omhoog. Nou, dat hoort niet. Nee, het moet wel naar beneden blijven. Ook al zit je en ja, oké, er komen wel kruggeltjes erin, maar het behoort omhoog te, niet omhoog te rollen. Nee, dat deed die andere wel. Daar hou ik niet van. En er zitten hier buizen in. Dan ga je tenminste wat in kwijt. Ja, en die andere niet. Nou, ik ben er blij mee. Hier zit helemaal rondom ook hebelistiek in. Dus, en die andere ook weer niet. En het is wel weer een zwart, want het staat overal bij. En ik hoef hem, ik kan hem ook onder een jurk aan hebben, weet je. Dat ik nog niet een panty aan hoef of wat dan ook. En ik kan niet bukken netjes door je knieën, dat kan ik niet. Maar ik kan wel met mijn stok en dan voorover. Nou, dan staat mijn kont recht overeind. Nou, dan kunnen ze kijken wat ze willen. Maar ik heb een korte broek eronder. Dus we kijken het maar. Lekker pup. Aha. Maar oké, Kandalf, hou jij ook eens op? Jeetje, wat lijken jullie hier allemaal op elkaar, wat dat er gaat? Doet de hond het niet, zei ik al vreten, doet de volgende het wel en dat is dan weer een kat. Meneer Kandalf. Maar oké, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie mooie... Ja, nou, ja, wat moet ik zeggen, het is 15:56 namiddag, zeg maar, hè. Ja, ze zeggen geniet ervan en tot straks. Nou, lieve mensen, het lijkt hier wel een wild west. En dat in het stadje Den Helder. Ja, er zijn twee steekpartijen geweest. De dader is op de vlucht. Politie cirkelt door de lucht met de helikopter.
De traumahelikopter die ging er net heel laag overheen. Die staat ergens, weet ik veel waar. Het is hier vlakbij gebeurd. Normaal had ik er naartoe gegaan om te helpen, maar dit is mijn talent. Ik weet niet of jullie het zien. Kunnen. Ik zie niks. Ik ga inzoomen. Misschien dat ik hem dan zo meteen kan zien. Maar in ieder geval, hij vliegt daar ergens rond in de lucht. Ik weet het niet of jullie hem gezien hebben. Maar ja, ik vind het zelf dood en doodeng. En vooral als er met steekpartijen de dader is voortvluchtig. Er is een buitenlandse persoon die het gedaan heeft. En het is afwachten. Ja, hoe en wat. Dus ik ben er al aan het delen, want het staat al op het nieuws. Ik ben er al aan het delen op Facebook. Dus ze zeggen, lees het.